Hoi, welkom bij de eerste les van Elements of AI. Elements of AI is eigenlijk een cursus om de wereld van artificiële intelligentie te ontdekken. Wat is artificiële intelligentie? Het is eigenlijk een manier waarop computers beslissingen maken. En je vindt dat terug in het dagelijks leven in zelfrijdende auto's, bol.com, Netflix en vele andere plaatsen. Het is een technologie met heel veel potentieel, maar die ook wel heel vaak gebruikt wordt enkel als marketing of omdat er bepaalde gevaren aan verbonden zijn. Het is belangrijk dat informatici van de toekomst, programmeurs, weten wat de mogelijkheden zijn. Want programmeurs die de apps bouwen en de websites bouwen van de toekomst, zijn ook eigenlijk een klein beetje een soort van architecten van onze samenleving. Want die apps bepalen heel stuk van hoe we eten, daten, tv kijken en veel meer in deze periode. Dus het is belangrijk dat we daar ook eventjes bij stilstaan. Via de cursus Elements of AI gaan we ons daarin verdiepen. Elements of AI is eigenlijk een Finse cursus die wij gebruiken. Ik ga er eventjes doorgaan. Elements of AI, eigenlijk is de doelstelling van de Finse overheid, in het kader van het roterend voorzitterschap van de Europese Unie ook, om 1% van de inwoners van Finland te laten leren over artificiële intelligentie. Ze hebben dat dus ook opengetrokken naar 1% van de inwoners van de volledige Europese Unie. Wij gaan proberen om dat ook mee te doen en op onze school te streven naar 5 of 7% van onze leerlingen. Een klein filmfragmentje dat daarbij hoort. Artificial intelligence is like electricity. It will shape our world in ways we cannot imagine. Its masters will control how we live. AI is power. In Finland, we believe it belongs to everyone. With the help of the University of Helsinki, we built a free online course called Elements of AI. It combines our national strengths, an exceptional education system and leading technological capabilities to give anyone, anywhere, the tools needed to understand AI. And it's taken our country by storm. Launched just last year, more than 130,000 people have signed up for the course globally, including over 1% of the entire population of Finland. Most importantly, Elements of AI has cut across gender, age and socioeconomic lines. More than 40% of signups have come from women, while 25% of all users have been over the age of 45. Tämä tekoäly, niin se ei ole mikään tulevaisuuden hirviö, vaan se on ihan arkipäiväinen asia. Ja se on ihan hauska asia. Kyllä mä suosittelisin tätä kurssia kaikille, jotka haluaa niin kuin pysyä ajan tasalla, ettei edes katsos, että mitä se on, iästä riippumatta. Now Elements of AI is going global. The president of Finland has urged everyone to take it. We challenge the Swedish government to adopt the course. Oké, het is dus een online cursus, Elements of AI. Het is vanuit de Finland, het is eigenlijk de bedoeling dat 1% van de mensen zich daarop smijt. En dus zich inleest en inleert in wat artificiële intelligentie. De doelstelling is dus 1% van de mensen in de volledige Europese Unie. Wij gaan proberen naar 5%. Het is een cursus van de Universiteit van Helsinki, waar ze kennis maken met AI. Op het einde van de cursus krijg je daar ook een certificaat voor. Een soort van mini-diploma of een stukje van een diploma. Dat is 2 studiepunten waard. Een volledig academiejaar in het hoger onderwijs, universiteit of hogeschool in ons geval, is meestal doorgaans 60 studiepunten. Dit komt overeen, die 2 studiepunten, met een heel klein vak. Dit is wel op niveau van een universiteit. Het staat ook gelijk met een universiteitsvak in de eerste jaren van de bachelor. Daaraan zou je moeten spenderen. De cursus bestaat uit 6 hoofdstukken. 6 hoofdstukken die we ook zullen afwerken. Elk hoofdstuk bevat 3 sub-hoofdstukken. Deze cursus is moeilijk. De cursus is voorlopig in het Engels. Het is de bedoeling eigenlijk dat de cursus ook in andere talen beschikbaar komt. Maar momenteel nog niet in Nederlands, wel in het Engels. De taken, er staan een aantal taken aan verbonden zijn, en schrijftaken moeten ingediend worden in het Engels. De website werkt aan de hand van peer reviews, dus ik zelf maak een heel aantal peer reviews als ik er tijd voor heb. Een aantal andere mensen en andere deelnemers maken peer reviews en ook jij zal als deelnemer van de cursus een aantal peer reviews moeten maken. Daarom gebruiken wij Engels als een soort van lingua franca, een taal die we allemaal kunnen gebruiken. Taken kan je ook altijd indienen bij de leerkracht voordien. Kan je eens vragen van, klopt dit? Houdt deze zin steek? Zit mijn gedachte een beetje goed? Voordat je ze indient daar. Waarom is dat belangrijk? Eenmaal ingediend op de website van Elements of AI is ingediend. Fout is fout. Dus misschien best eventjes vragen voor feedback bij de leerkracht voordat je... Dus de uitdaging, wij gaan proberen 5% van onze leerlingen
een inleiding te geven in artificiële intelligentie. 5% van de tweede graad moet daarvoor slagen en dat we dus 5% dat certificaat, die twee studiepunten, eigenlijk al op zak hebben. Dat is... Hoofdstuk 1, we gaan erin vliegen. Wat is artificiële intelligentie? Zal een robot ons werk overnemen? Zal een robot bepalen wat wij eten, wat wij lezen? Onze toekomst gaat enorm veel veranderen met artificiële intelligentie. Maar van waar komt de term? Hoe gebruiken we die? Hoe gebruiken we die altijd juist? Daar gaat eigenlijk dat eerste hoofdstuk volledig over. Moeten we definiëren? Het is heel belangrijk als je ergens over spreekt, dat je eerste stukje gaat van definieer waarover dat gaat. Maar hier komen we al direct een paar problemen tegen bij artificiële intelligentie. Voorbeeld 1, zelfrijdende auto's. Zelfrijdende auto's, je kan waarschijnlijk al denken bijvoorbeeld aan Tesla. Een van de meest, niet de eerste denk ik, maar wel een van de meer bekende makers van zelfrijdende auto's. Het is eigenlijk een auto waarbij dat de bestuurder minimale input moet leveren en in de toekomst misschien zelf niet meer aan het stuur zit. De modellen van Waymo, een dochter- of zusterbedrijf van Google onder het concern Alphabet, is al bezig met zelfrijdende auto's waar geen stuur meer in zit. Dus geen interventie meer van de bestuurder zelf. Het is de bedoeling dat die auto's ons van punt A naar punt B brengen. Het is ook de bedoeling dat die auto's met sensoren, radar, LiDAR en dergelijke kunnen rondkijken en anticiperen. Als er plotseling iemand oversteekt, dat die auto ziet, dat is een voetganger, en dat hij dus de remmen dicht slaat. Eigenlijk hopen we met die zelfrijdende auto's ervoor te zorgen dat het bezit van een auto niet meer broodnodig is. En dat we met die zelfrijdende auto's of een vloot van zelfrijdende auto's mensen van A naar B kunnen voeren. En dat het eigenlijk ook een stuk veiliger is op de weg. Die auto's zouden met elkaar kunnen communiceren en zouden zo verkeerssituaties beter kunnen inschatten dan dat wij als mensen dat kunnen. Of dat is toch de droom. Aan de hand van artificiële intelligentie gaan we dat proberen verwezenlijken. Aanbevelingen. Je bent er sowieso al mee in contact gekomen, maar je staat er niet bij stil dat ook hier een stuk artificiële intelligentie in zit. Pol.com, Netflix, YouTube, Spotify. Als jij een video bekijkt op YouTube en je video is gedaan, gaat heel vaak YouTube een volgende video starten, binnen 5 of binnen 10 seconden bijvoorbeeld. Welke video dat hij start, is gebaseerd eigenlijk op je kijkgeschiedenis. Wat heb je ervoor gekeken en wat lijkt jou wel te interesseren? Ook kijkt het systeem naar welke video's andere mensen bekijken. Niet zomaar alle andere mensen, maar andere mensen die gelijkaardige video's bekijken die jij leuk vindt. Kijk jij vaak video's over voetbal? En kijken andere mensen die ook voetbalvideo's kijken, gaat hij die gewoon samen bekijken, zoeken welke video zal misschien jou ook interesseren. Hetzelfde met Netflix. Netflix zal een deel van de video's die hij aanraadt, de suggesties, als ook de thumbnails, dus die kleine icoontjes die je ziet staan in de app, aanpassen naar gelang jouw kijkgedrag en jouw kijkersprofiel. Daar zit een heel netwerk van artificiële intelligentie achter. Het is niet alsof er iemand bij Netflix jou op de voet volgt en kijkt welke series jij kijkt. Vind je Love Island interessant, of eerder Too Hot to Handle, of eerder een actiefilm, en zo die thumbnails aanpast, dat gebeurt eigenlijk bijna volledig automatisch. Dat is een zelfstandig systeem dat zichzelf aanpast. Dus een voorbeeldje, Romance or Thriller van The Goods van Vox, legt dat heel duidelijk uit. When you're surfing through Netflix on the bus, the train, work, or in the comfort of your home on your couch, how do you pick what to watch? Is it a catchy title? Maybe an interesting synopsis? Perhaps it's the unwillingness to watch another episode of The Office. Save Bandit! Or just maybe a particular piece of cover art speaks to your spirit. But go on your friend's Netflix account, if they aren't still using your subscription, and you may find the cover art there doesn't interest you. In fact, what you see might be completely different. It's no accident. Netflix's thumbnails are all tailor-made for you. At its heart, Netflix is all about creating personalized experiences, or rather calculating them. They'll draw you in with curated trailers of upcoming releases, point out new episodes from previously watched videos, and even gauge your interest in content via match scores. And while streaming services are notoriously tight-lipped about sharing their viewership data, over the years, Netflix has shared glimpses into how their technology works. According to internal studies, a typical viewer spends 1.8 seconds considering each title,
And Netflix believes it only has 90 seconds to get your attention before you move on to another activity. And among all the things that could catch your attention and make you watch a show, or several, Netflix found the biggest influence were the thumbnails. Humans are intensely visual creatures. Our eyes move 3 to 4 times a second to process new information. And because Netflix's goal is to get your attention and hold it, the company puts a lot of work into choosing every thumbnail you'll see. But before they can decide what image will show up on your account, they have to sift through a ton of data. An hour-long Stranger Things episode has almost 86,000 video frames. To figure out which ones will make the best thumbnails, Netflix uses a pretty scientific selection process called Aesthetic Visual Analysis, or AVA. AVA is a set of tools and algorithms that search Netflix videos for the best images and pull them out to create thumbnails. The process can be broken down into 2 basic steps. First is frame annotation. A program analyzes every static frame of a video, and image recognition algorithms use information gleaned from each shot to create metadata. The metadata is like an electronic fingerprint, identifying characteristics unique to each video frame. All of this helps build a database of information that makes it easier to pick out the best images for thumbnails later. And to sort all of this data, the company groups it into roughly 3 categories that are key to identifying good images. Visual, focusing on brightness, color, contrast, and motion blur. Contextual, which documents face and object detection, motion, and shot angles. And compositional, which focuses on visual principles in cinematography, photography, and design. The second step is a process called image ranking. An algorithm uses the metadata to pick out specific shots that Netflix has determined are the most attractive and clickable. Ones that aren't blurry, have varied imagery, feature major characters, and don't contain sensitive or unauthorized branded content. Then finally, a creative team steps in to use the best images to design the thumbnail artwork. But the process doesn't stop there. Netflix still has to figure out which ones work best for each user. A/B testing is executed again, again, and again. You'll regularly see changes in your thumbnails based on your engagement with previous titles. On the most basic level, let's say you're a fan of comedy and you've watched a bunch of stand-up specials. When you search for Good Will Hunting, you may get a thumbnail with Robin Williams, a famous comedian, and one of the movie's main characters. But people more into romance titles could be shown the cover art with the two leads kissing. There are also regional differences. From glancing at a show's thumbnails across different countries, you can infer Germany is more into abstract images, and US viewers may prefer clearly defined characters and story plots. Though there are a considerable number of thumbnails to choose from, and lots of science that goes into each decision, it doesn't mean Netflix gets it right all the time. One Twitter user found the cover art for Like Father, a movie starring Kristen Bell, Kelsey Grammer, and Seth Rogen, had cover art that didn't exactly match who the lead actors in the film were. It was also kind of odd to see on my own account that the Catwoman thumb had an image of a barely recognizable supporting actress, Sharon Stone, and Blade 2 had someone other than its star, Wesley Snipes, in the thumbnail. Netflix is obsessed with A/B testing new features like video promos, intro skipping, and auto-playing trailers just as obsessively as they are with testing thumbnails. Netflix wants everyone to watch more, so it's unlikely they'll stop doing these tests. And if you don't like being a guinea pig, there is the option to opt out. But with binge watching quickly becoming a national pastime, it's likely that when Netflix asks you, "Are you still watching?" You will be. Oké, zoals je het filmpje kon afleiden, Netflix zit daar heel systeem achter om de thumbnails, dus die icoontjes die je ziet in de app, te bepalen aan de hand van jouw kijkprofiel. Je kijkt er, of je leuk of je niet leuk. Het is eigenlijk een volledig autonoom systeem achter. Is dat onfeilbaar? Nee. Dat maakt duidelijk nog fouten. Dat is een systeem dat zal groeien, net zoals andere artificiële intelligentiesystemen. Die zijn eigenlijk nog in volle ontwikkeling. Het zijn een paar gevaren, dus dat is content speciaal voor jou. Dus op maat, maar dat creëert misschien een soort van echokamer. Dat is een term waar we later op terugkomen. Echokamer wil zeggen dat je eigenlijk opgesloten zit in een doos van jouw eigen interesses. En dat is wel leuk, dat is precies een buffet. En elke keer bij elke maaltijd krijg je wat je graag eet, bijvoorbeeld frietjes. Elke maaltijd frietjes. Risico is, na een tijd krijg je dus niks nieuws niet meer. Of geen vernieuwende serie. Je krijgt steeds meer van hetzelfde. En dat is niet voor niet iedereen even leuk. Op Netflix vallen de gevaren daar misschien van te overzien, maar op andere vormen of op sociale media, als je enkel maar meningen hoort
die jij ook deelt, of die jou bevestigen, hoor je misschien geen tegenovergestelde mening meer. En dat beperkt wel een beetje jouw perspectief. Dus een echokamer dient eigenlijk om de klant te helpen, om de klant wil natuurlijk veel dingen die hem interesseren, hem of haar interesseren, maar er zit ook wel een gevaar. Toepassing 3, beeld en video. In deze periode, dit is er ook weer een voorbeeld van, hechten wij heel veel belang aan beeld. Beeld en geluid. Videolessen, Netflix, YouTube, we zijn een soort van beeldcultuur geworden. Maar, seeing is believing, vroeger was het idee, als je iets zag, dan is het waar. Ik kan het vaststellen met mijn zintuigen, dus het is waar. Dat is in deze periode met artificiële intelligentie niet meer het geval. Wij kunnen een GAN, of General Adversarial Network, opzetten. Eigenlijk een netwerk van twee systemen en de ene is gespecialiseerd in beelden vervalsen en de andere in beelden ontmaskeren. En die zijn constant in concurrentie met elkaar of in competitie. En daardoor krijgen we een systeem dat steeds beter en beter wordt in het vervalsen van beelden. Dat je kan voor grappige doeleinden gebruikt worden, maar ook soms minder grappige doeleinden. Daar hangt er wel gevaar aan vast. Een eerste voorbeeld. Waarde bitches en bros. Tot u spreekt uw koning, King Philly. Het was alweer een prachtig jaar in de Westside Belgium. We hebben met z'n allen kunnen chillen in de hoed, ondanks alle shit, maar ook alle schizel die rondom ons in de wereld gebeurd is. Een dikke shout-out daarvoor naar mijn homeboys van de federale regering. Hashtag not. Ik zou ook graag mijn ho bedanken. Queen M to the A to the tilde to the double D. Voor haar onvoorwaardelijke steun. Een fantastische moeder te zijn voor onze kinderen. En haar ongelooflijke juicy butt. Vrolijk kerstfeest, broeders van een andere huidskleur. Fluppen oud. Jeet. Volgende is ook gemaakt eigenlijk door een komiek, maar je voelt al heel snel van hier zit toch wel meer gevaar achter. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Or Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Zoals je duidelijk kon zien, die eerste was nog een klein beetje slecht gemaakt. Je ziet die mond klopt niet volledig. Maar die tweede was dan moeilijker, om als je dat zou tonen bijvoorbeeld aan een grootouder of aan een ouder, dat die direct ziet van hier klopt iets niet. Het is ook heel mooi hoe dat gemaakt is. Het is een beeld van Obama en een beeld van Jordan Peele. Als die mond van Jordan Peele wordt gebruikt als basis, wordt niet zomaar opgeplakt, maar wordt gebruikt als eigenlijk basis om de mond van Obama te manipuleren. De woorden die Jordan Peele zegt worden gebruikt, maar de stem eigenlijk van Obama wordt eigenlijk gebruikt. Kunnen ze doen omdat ze heel veel beeldfragmenten hebben en geluidsfragmenten van Obama. Ze kunnen dat gebruiken als leermodel, dat leermodel met de woorden van Jordan Peele. En je krijgt dus eigenlijk woorden die Obama nooit gezegd heeft. Geef mij voldoende data van jou, beeld en geluid, en ik kan met jouw stem of met jouw beeld jouw dingen laten zeggen die je eigenlijk nooit gezegd hebt. Je voelt, dit wordt gevaarlijk. Als je dit laat doen met wereldleiders, Obama die, of Trump die plotseling een ander land de oorlog verklaart, maar die video blijkt vals te zijn. Tegen dat je dat gecorrigeerd hebt, is er al heel veel schade gedaan. Dus potentieel gevaarlijk. Maar wat is nu artificiële intelligentie en wat is het niet? Want de term wordt eigenlijk heel vaak gebruikt, soms zelfs ten onrecht. Probleem 1. AI heeft geen duidelijke definitie. Zoek dat gerust op Wikipedia of dergelijke. Er is onder AI
onderzoekers geen duidelijk vastgelegde definitie van wat het nu wel is en wat het nu niet is. Dat laat natuurlijk veel mogelijkheden, ook veel misbruik toe. 2. En daar speelt science fiction wel een rol in. We zien heel veel robots in science fiction. Tof. Maar die robots zijn heel vaak een beetje stereotyp gecast. Het voorbeeld op de slide, C-3PO, loopt een beetje houterig, spreekt een beetje robotisch. Dat is het ene. Andere voorbeeld, bijvoorbeeld Terminator, zijn robots die gebouwd zijn om de mensheid te vernietigen. Dat is misschien het andere uiterste. De robots zien er ook heel vaak menselijk uit. Ze zien eruit als een tinnen man. Terwijl heel veel AI-systemen, Netflix, YouTube, Apple.com, die zie je niet. Dat is een computersysteem, dat is een stuk software. Dus niet elke robot ziet eruit als een mens. Als je kijkt naar de robots van Boston Dynamics, die zien er eerder uit als wandelende honden of dergelijke, niet heel vaak als mensen. Dus dat is ook weer misschien invloed van science fiction. Als wij denken aan de robot, denken we heel vaak aan de metalen versie van onszelf, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Derde. Wat dat makkelijk lijkt voor ons, is heel moeilijk voor de computer en vice versa. Een voorbeeld. De computer eigenlijk heel makkelijk om te begrijpen. Heel makkelijk ook om scenario's uit te denken van deze zet volgt op deze zet. Dat is een mogelijkheid. Als ik deze zet doe, kan ik winnen. Dat is eenvoudig eigenlijk tegenwoordig voor de computer om te doen. Dat is moeilijk voor ons. Wij kunnen geen 100 tot 1000 zetten in de toekomst vooruit plannen. Goede spelers kunnen wel een heel flink aantal zetten doen, maar niet op de schaal van een supercomputer of met artificiële intelligentie en zo. Die dat ook nog eens bijleert aan de hand van het spel en als de regels veranderen. Dat kunnen wij niet. Wat kunnen wij wel heel goed, is een pion op dat bord verzetten. Dat is voor een robot enorm moeilijk. Er hoort er al een camera bij te komen om te kijken waar staat die pion. Een robotarm om die pion te verplaatsen. Dat vergt al een heel pak werk. Dus wat dat voor een robot heel makkelijk is, dat denken en dat vooruitplannen, is voor ons moeilijk. Wat voor ons makkelijk is, die pion verplaatsen, is voor de computer. Artificiële intelligentie al een heel moeilijke opdracht. Hoe kunnen we het wel definiëren? Wel, er zijn een aantal dingen. 2. Artificiële intelligentie is autonoom. Opnieuw het voorbeeld van die Netflix of van Spotify. Dat systeem past zichzelf aan. Er is niemand bij Spotify die zich bezighoudt met jouw account en kijkt van, oh, die vindt die muziek leuk, of de muzieksmaak verandert naar slagers, ik ga meer slagers suggereren. Er is niemand die dat doet. 2. Het is aanpasbaar. Als jouw interesses veranderen, zal het systeem ook veranderen. Shop je op bol.com de ene maand voor bijvoorbeeld een nieuwe PlayStation, zal je die maand suggesties krijgen voor PlayStation spelletjes en hardware. Ben je de volgende maand misschien geïnteresseerd in de nieuwe iPhone SE die uitkomt, ga je misschien meer suggesties zien voor screen protectors en dergelijke. Dat systeem past zichzelf aan de hand van hoe dat jouw gedrag zich aanpast. Of het gedrag van een groep of van meerdere mensen. Het is dus een combinatie van autonomy, dus zelfstandig of autonoom handelen, en adaptability, de mogelijkheid van het systeem om zichzelf aan te passen. Autonomie, vaardigheid om taken uit te voeren in een complexe omgeving, zonder bijstand, dus zonder een mens die er moet helpen. Aanpassen, de mogelijkheid om beter te worden en zijn vaardigheden aan te passen aan de veranderende dag. Dus we hebben die twee dingen. Daarnaast artificiële intelligentie, het woord zit erin, intelligent. Maar wat is nu intelligent? Wat is intelligentie? Dat is eigenlijk ook een heel moeilijk begrip om te definiëren. Wanneer vind je een persoon intelligent en wanneer is dan een computer intelligent? Wat we hier zien is een afbeelding van bergen. We zien een baan, een rechte baan en dan bergen in de achtergrond. Wij kunnen dat heel makkelijk vaststellen. Toont er dan de AI van de zelfrijdende auto en met de vraag, mag je daar rijden? De zelfrijdende auto zal het analyseren en zal zeggen, ja, it's a road, dus een baan, ik kan rijden. Ik heb nu dezelfde foto op het t-shirt. Wij kunnen zien als mensen, het is een t-shirt met een opdruk. Heb je een artificieel intelligentiesysteem dat niet genoeg geprogrammeerd is of te nauw geprogrammeerd is, dus te duidelijk gefocust op zijn trainingsdata, dan zal hij zeggen, ik herken een baan, rijden. Je voelt zelf aan, dit gaat voor problemen zorgen. Dus niet zo intelligent. Klinkt een beetje belachelijk, maar in China hebben ze een systeem, het is een soort van sociaal krediet, waarbij camera's en gezichtsherkenning gebruikt worden om mensen te herkennen op straat en mogelijk asociaal gedrag, of wat de Chinese Communistische Partij verstaat onder asociaal gedrag, te beboeten of te bestraffen.
Als jij het straat oversteekt en het is rood licht, dus eigenlijk ben je verkeerd aan het oversteken of een gevaarlijke situatie aan het creëren, dat is niet sociaal, je krijgt een minpunt op je social credit en kan je misschien bijvoorbeeld niet meer op het openbaar vervoer. Probleem, een Chinese businessvrouw had haar gezicht op reclame op de zijkant van een bus gezet. Wanneer passeert de bus het zebrapad, als natuurlijk rood is voor de voetgangers en dus groen voor de automobilisten. Rood voor de voetgangers, bus passeert, gezicht wordt herkend door gezichtsherkenningscamera's, mevrouw krijgt een streep bij haar sociaal krediet. Ze werd dus beboet omdat haar gezicht herkend werd op de zijkant van een bus door een artificieel intelligentiesysteem. Dat is natuurlijk hoe dat niet moet werken. Ze hebben die fout nadien wel aangepast, maar het is wel gebeurd. Dus niet zo. Oké. In de cursus Elements of AI zijn er een aantal oefeningen. Oefeningen gaan we eerst bespreken in de les, of eerst bespreken hier op video. Antwoorden zijn definitief. Onthoud, als je antwoord indient op de website, dan is dat definitief. Een fout antwoord is dus fout. Het is altijd mogelijk om feedback te vragen aan de leerkracht. Je certificaat of diploma krijg je enkel wanneer je 90% van alle opdrachten hebt gemaakt en op die opdrachten in totaal ook meer dan 50% hebt gehaald. Net zoals een cursus op de hogeschool. Oké. Eerste oefening. We krijgen een aantal stellingen. Wij moeten zeggen, is dit een vorm van artificiële intelligentie? Ja of nee? Of een soort van. Het kan ook bijna zijn. Eerste, we kennen een spreadsheet, dus een Excel werkmap, die bedragen en andere vooraf gedefinieerde functies op gegeven gegevens berekent. Dus we hebben een spreadsheet met data in en berekeningen in en die worden uitgevoerd. Is dit een vorm van artificiële intelligentie? Nee. Dit is geen vorm van artificiële intelligentie. We hebben die als mens zelf die data erin gestoken. Zelfde formule, is eigenlijk gewoon een extra. Die dat uitrekent. Het voorspellen van aandelenmarkt door een curve aan te passen aan eerdere gegevens over aandelenkoers is wel eigenlijk een vorm van artificiële intelligentie. Het is een voorspelling, is gebaseerd, is dat zelf. Het is gebaseerd op data die je aangeleverd krijgt. Data die ook verandert. Aandelenkoersen hebben de neiging om heel veel te fluctueren, op en neer te gaan. Dit is wel een vorm van artificiële intelligentie. Een GPS-navigatiesysteem voor het vinden van de snelste route, dat is het eigenlijk niet of een soort van. Als het gewoon is, een GPS-systeem bepaalt wat is mijn coördinaat, waar moet ik naartoe en het trekt de lijn daartussen. Nee, dat is eerder gewoon een GPS-systeem en een routeplanner. Houdt hij onderweg rekening met files, wegenwerken en dingen en signaal dat hij krijgt, flitscamera's, dan kunnen we wel spreken dat er daar een AI achter zit. Maar de basis GPS-functie niet. Dus pas als we daarop verder bouwen, dat er eigenlijk AI bij komt kijken. Muziekaanbevelingssysteem zoals Spotify dat muziek suggereert op basis van luistergedrag van de gebruiker, duidelijk wel. Het voorbeeld is dat eerder in deze video, duidelijk wel een voorbeeld. Big data opslagoplossingen die enorme hoeveelheden gegevens zoals afbeelding of video kunnen opslaan en ze naar meerdere gebruikers tegelijk kunnen streamen. Nee, dit is het idee achter Netflix en bijvoorbeeld YouTube. Ik heb data staan, een video, en ik kan die streamen naar meerdere gebruikers. Dit is eigenlijk gewoon streaming. Dit is geen artificiële intelligentie. Het aanbevelingssysteem erachter, wie krijgt welke video te zien, dat wel, dit niet. Fotobewerkingsfuncties zoals helderheid en contrast en toepassingen zoals Photoshop, geen artificiële intelligentie. Ik krijg een foto op mijn computer, ik open Photoshop, ik pas contrast aan, er is geen artificiële intelligentie die daarbij te pas komt. Maar, heb je een programma zoals Prisma, de stijloverdrachtfilters in toepassingen zoals Prisma die een foto maken en deze omzetten in verschillende kunststijlen? Dit wel. Artificiële intelligentie van Prisma heeft geleerd welke de verschillende kunststijlen zijn, hoe deze te herkennen zijn, welke eigenschappen deze kunststijl heeft en deze kunststijl heeft, wat is impressionisme, wat is cubisme, en ik kan daar op basis daarvan zelfstandig foto's aanpassen, dit wel. Dit is wel een voorbeeld van een systeem dat getraind is om dat te doen. Dit is wel. Dus dit is de Prisma app. Analyseert de foto, weet wat schaduwdelen zijn, wat highlights zijn, welke delen er in focus zijn, welke niet. Pas daar zijn stijl op aan. Dus dit wel. Maar zo voorlopig. Spreadsheet, nee. We hebben dat er zelf in geplaatst. Voorspellen van de aandelenmarkt, ja. AI, adaptivity, het past zichzelf aan de fluctuerende datakoersen. GPS-systeem, soort van. GPS-systeem zelf niet, maar de snelste route vinden en aanpassen, wel.
Dat is eigenlijk een van die voorwaarden. Muziekaanbevelingssysteem, ja, het past zich aan als ik ineens niet meer geïnteresseerd ben in metal, maar wel in slagers, zal Spotify zich aanpassen aan mijn veranderd luistergedrag. Louter streamen, geen voorbeeld van artificiële intelligentie. Basisfotobewerking, nee. Maar een app zoals Prisma met die stijlen die hij kan toepassen, ja. Omdat hij de app herkent welke zijn de kenmerken van de foto, welke zijn de kenmerken van de gevraagde stijl. En hij kan dus zelf toepassen. Een soort van autonoom systeem. Dus samenvattend, AI heeft geen officiële definitie. Dat is het probleem. Wat al intelligent is, is ook heel moeilijk te definiëren. Sommige dingen die wij intelligent vinden, kan een computer wel of niet goed uitvoeren. Computers vinden bepaalde eenvoudige taken in plaats van de pion soms heel moeilijk en andere taken die wij bijna niet kunnen bevatten, is dan voor een computer een stuk makkelijker. We letten wel, als we kijken is het AI of niet, op twee termen. Dat is autonomie en aanpasbaarheid. Aan de hand van die twee zullen we heel veel van AI kunnen herkennen en in de juiste categorie indelen. Voilà, dit was de eerste les van Elements of AI. Er zijn een 8-9 lessen aan verbonden. En we zullen ze zoveel mogelijk proberen uit te leggen aan de hand van deze video's. Ik wens jullie heel veel succes!